Welkom bij deze product date nummer 146. Zo, zo, zo. Het voelt als 3 maanden terug. Ja, dat ja ik zaten. Heb het idee dat het 4 jaar geleden is. Nee, het is 3 maanden. Vakantie, hè? Vakantie. Ja, vakantie daar zit ertussen. Jij bent in Amerika geweest. Ook. Ja, in de tussentijd ja, nog. Ook, ja. Ik ben er weer geweest ook. Ja. Jij hebt werkvakantie gehad. Werkvakantie gehad, ja. En wat het leuke is, met zo'n productupdate, dan ga je alles na. En wat ik nou begreep, sinds jij terug bent van Amerika, zijn er 50 nieuwe producten bij. Ja, is er vanaf 20 augustus. 50 nieuwe producten. Netjes. En er ligt nog van alles. Ja, dat klopt. Er ligt nog van alles te wachten en er is nog meer onderweg. Ja. Ik denk dat er nog alles onderweg is en wat daar nog ligt. Beneden liggen nog volgens mij, dus het magazijn, een stuk of 10 denk ik. 10 nieuwe dingetjes. Er zitten ook exclusieve dingen bij waar we video's zelfs bij moeten maken. En er is ook onderweg. Ik denk dat er nog 20 nieuwe dingen onderweg zijn nog. Ja. En het los van alles wat gewoon elke week nog binnenkomt. Dus zijn er eigenlijk zendingen. Ja. Dat. Veel werk, maar leuk. Leuk toch? Ja. Maar daardoor. Daardoor. De laatste maanden, ja, de laatste jaren al zie je het winkelbezoek, het fysieke winkelbezoek hier, omlaag gaan. Dat is zo. Dat is gewoon zo. Dus heel veel winkels zo. Kijk naar het nieuws en welke winkels dat er ook verdwijnen. Dat heeft allemaal daarmee te maken ook. Online, hè? Online is het tegenwoordig. Ja. En daardoor. Hebben wij vaak niet meer de routine in trucs. Dat wil zeggen, voorheen kwam een truc uit, wij oefenden die, om die vervolgens aan elke klant die kwam te laten zien. Dus op een goede dag, als we misschien 8 klanten hadden of 10 klanten, deden wij een truc 10 keer. Nu zijn er dagen dat er heel weinig klanten komen. Ja. Misschien 1, of 3, of 5, weet ik veel. En mensen hebben vaak een specifiek lijstje wat ze willen zien. Dat betekent dat sommige nieuwe trucs die wij zouden oefenen, die we misschien nog maar 1 keer per dag laten zien. Of misschien niet eens, omdat mensen andere wensen hebben. Waardoor met het aantal artikelen wat binnen blijft komen, nieuwe trucs heel snel doorschuiven naar niet meer nieuwe trucs. En het kan dat je een nieuwe truc misschien maar 2 keer gedemonstreerd hebt. En daarna vraagt niemand er meer naar. Dat kan echt. Maar alle andere nieuwe dingen die komen ook gewoon binnen. En het is voor ons onmogelijk om alles te oefenen. Dat is gewoon, hebben we vaak gezegd, dat is ook zo, hè? Is niet te doen. Binnen een maand 50 nieuwe producten, ja. Ik leer niet 50 nieuwe trucs die ik in principe alleen in de winkel laat zien, al uit mijn hoofd. Nee, dat, maar dat is ook niet te doen. Kijk, het is al knap dat we soms in ieder geval nog weten wat het doet. Ja, precies. Ja, en het, ja want je, we zeggen het. Het is, ja, we zeggen het. Het is gewoon belangrijk. Je kan een truc laten zien, maar eigenlijk moet je een truc volledig beheersen met alles op en eraan. Ja. En er zijn dingetjes, weten we perfect van hoe het werkt, maar als ik het nu zou laten zien, zeg je, nou. En waarom? Omdat de presentatie erbij niet goed is en dan is de hele truc valt in het water. Dus we gaan op sommige dingen vertellen. En dat is niet omdat we de truc niet zouden kunnen doen of dat hij te moeilijk is, maar omdat we hem of goed willen laten zien of niet. En dan hadden we moeten zeggen, we gaan eerst alles goed oefenen en dan laten we het op de video zien. Ja. Met de kans dat het dan pas december wordt dat we deze gingen opnemen. Ja, dat is gewoon zo. Ja, zo. Want dan hadden we moeten zeggen, we gaan deze producten gaan we nu in de gang, gaan we serieus oefenen. Want als we zouden wachten, als we dat niet zouden doen, zouden we december weer de nieuwste producten pakken en hebben we weer hetzelfde probleem. Ja. Dus? Genoeg daarover. Precies. We gaan kijken, want we hebben van alles nieuws. Ja, leuke spulletjes. We hebben van alles wat gepakt. Waar gaan we beginnen? Nou, mensen vragen wel eens aan mij, hoe leren jullie nou de trucs? Ja, en ik heb net uitgelegd, dus niet. Ja, nee. Nee, niet. Ja, tuurlijk. Ja, maar ik bedoel, als je echt iets wil leren, hebben we een hele. Ja, die, precies achter jullie, zeg maar, een hele boekenkast. Ja, En ik heb zo'n speciaal goochelboek eruit gehaald. Magic Book. Magic Book, staat er ook heel groot op. En het mooie is van die Magic Book, daar staan allemaal spreuken in. Ik zal het jullie even laten zien. Kijk, er staan hele mooie spreuken in. Bijvoorbeeld hier staat er eentje, hoe je een fietsbel op afstand kan laten tringen. Nou, leuk is dat, hè? Kun je zo hier op afstand laten tringen? Kijk, en hier staat een truc hoe je je hond kan laten miauwen. Oh, dat is wel een mooie spreukje trouwens. Dat is mooi, hè? Kun je hem eens uitspreken? Hofdingui spogladali nami. Dus dat zijn dus echt, dat is mooi, dat hè? Is echt goochelspreuken. Echte goochelspreuken. En nou heb ik er dus ook eentje gevonden, maar ik kom er niet helemaal uit. Vraag niet om die spreuk te herhalen. Maar ik kom eruit, ik kom ze niet uit allemaal, kom ik eruit. Want ik had, hier heb ik een truc gevonden waarbij je iets op afstand kan laten vlammen. Maar ik weet dus nog niet hoe dat moet. En daar ben ik nog niet zo heel erg goed in. Maar ik heb gehoord dat je alleen maar naar die bladzij hoeft te kijken en ergens gaat er iets af. Heb ik, wat is het? Moet je naar de wc? Nou, dat niet. Niet? Nee. Maar dat staat allemaal in dit boek, staat dat dus. Dat is. Hè? Ja, dat boek. Ja. Nou. Een vuurboek. Juist. Dat wilde ik eigenlijk al 3 keer zeggen. Leuk, hè? Ja, en mooi. Een mooie luxe uitvoering van het vuurboek.
ik weet niet of we het mogen laten zien. We verraden niet veel mensen. Daar zit toch een systeem in. Dat hoeft niet. Er zit een systeem in. Nee. Fantastisch. Ja, mooi gemaakt. Geen vierwieltje, maar een elektronische ontsteking. Ja. Een verbetering met boeken die ik eerder heb gezien. Levensgevaarlijk. Een verbetering met de boeken die ik eerder heb gezien. Die knopjes hadden aan de buitenkant. Waardoor er soms boekenkasten wat bijzonder begonnen te ruiken. Dat heeft deze niet. Nee. Letterlijk opladen en you're good to go. Je hoeft niks aan of uit te zetten. Dit vind ik ook tof. Ja, je kan er erin. Het is een boek. Ja, ja hè, het is een vuurboek. Ja, we hebben ook vuurboeken gehad. Niks ten nadele. Maar het was of een massief blok hout, of het was een bakje, ja, wat eruit zag als een boek, waardoor je niet kon bladeren. Dus ik vind het altijd een meerwaarde dat je gewoon echt in een boek kunt bladeren. Ja. Ja. Nou, het is een luxe versie, gemaakt in Europa. Niet in Nederland, in Europa, dus geen Chinees dingetje of wat dan ook. Oplaadbaar via USB, wij gebruiken daarvoor Zippo vloeistof, ja, overigens. Verkopen we trouwens ook, maar niet geplaatst, maar die is volgens mij, ik dacht uit mijn hoofd, 4,50 of 4,95. 4,50 product, 5,792, ja. Bestel er, ja, gelijk bij, want die heb je gewoon nodig. Ja, yes. En de flameboek kost €159. Als kun je het boek maar even gebruiken dan. En let op, als dit uitverkocht raakt, dit krijgen we, krijgen we hem elke 2-3 maanden voorraad van. Ja. Dus het is niet dat we dit, als het nu opraakt, volgende week kunnen bijbestellen. Ik moet zeggen, wij hebben de laatste order 2 weken heel veel besteld. Maar dat zegt tegenwoordig niks meer. Ze zijn er geweest. Ja. Magic Book. Vuurboek. Mooi. Alright. Iets anders. Iets anders. Mm-hmm. Ja. Een munt. 50 cent. Nou, ja. Niks speciaal. 50 cent. Ik zou jou willen vragen. Ja. Zou jij die munt in één van je handen willen nemen? Wisselen eventueel, dat ik niet kan weten wat het is. Ik zou hem wegdraaien. Dat je niet kijkt. Ja. Dat ik even achter mijn rust. Ja. Dat je zo je niet kan spieken. Ja, ik heb het. En heb je je hand gesloten dat ik niet weet? Ja. Okay. Nee. Top. Even voor het idee. Ik kan niet weten of jij de munt in deze hand hebt of in deze hand. Kan je niet weten. Oké. Okay. Concentreer je op deze hand. Kijk maar aan. Oeh, daar zit hij zeker niet. Hij zit daar. Oh, mooi. Klopt, hè? Klopt, precies. Okay. Doen we nog een keer. Misschien denken jullie... Het is niet afgesproken. Het is 50% kans, dus dit is... op. Nou, ja? Ja, oké. Okay. Wederom, hij kan hier zitten. Ja. Maar hij kan ook hier zitten. Ja, zeker. En jij bent iemand die denkt... Ja, hij denkt natuurlijk dat ik ga wisselen. Daarom doe ik het niet. Daarom zit hij opnieuw hier. Dit moet je uitleggen door mensen dat je. Je moet uitleggen om. Anders heeft het geen zin dat we dit laten zien. We hebben de Sixth Sense van Hugh Shelley gehad. Bestaat niet meer. We hebben. De Witch Hand. Witch Hand, die hebben we. Ik weet niet of we nog een model hebben. Een of twee. Ja. Maar dit is. Een stapje hoger. Ja. Nou ja, veel beter. Dit heet. Espionage. Exclusief bij Dynamite. Kost €149. En dan krijg je een kastje. Nou, we kregen al mensen die vroegen. Kan je het wel palmeren? Is het klein genoeg? Ik heb het hier gewoon in mijn hand tussen mijn vingers. Ik ga het laten zien ook. Want dit is het, mensen. Kijk, hoe klein. Mooi, ja. En het apparaatje geeft een trilling weer. En even voor het idee, van voor als ik nu met mijn hand naar beneden ga, dan krijg ik nu de trilling. Dus zeg maar op een 10 centimeter afstand. Ook als mijn hand ertussen zit, krijg ik nu de trilling. Dat betekent als ik het apparaatje in mijn hand heb, gepalmeerd. Dus gewoon hier, je hoeft even te zeggen tegen je kan hem hier hebben, je kan hem daar hebben, of je wuift er overheen of wat dan ook. Hij krijgt meteen het signaal. Je kan hem ook even tot een horloge doen, ja, maar dan heb je metaal en hij detecteert ook metaal. Dus dat is mijn horloge niet gunstig. Nee, het is zowel metaal als magnetische detector namelijk, dus dan gaat hij in de war. Dus hij detecteert dat perfect. En hij geeft ook aan of de plus of min kant van de magneet boven ligt. Dus hij geeft één signaal. Bijvoorbeeld bij plus en twee signalen bij min. Je kan ook zeggen, je hebt de munt in je hand en die ligt met de kopkant naar boven. Bijvoorbeeld. Ja. Dat kun je ook nog zeggen. Het apparaat kan door te veel magneten om zich heen, kan zichzelf magnetiseren waardoor het in de war raakt. Als je het product weghaalt, het apparaatje ervan weghaalt, reset het apparaat zichzelf, ontdoet zich, demagnetiseert zich en is weer helemaal klaar. Niet oplaadbaar. Je krijgt er een hele kamer met knoopcelbatterijtjes bij. Ik ben gek op knoopcelbatterijtjes. Ja. Het apparaat geeft zelf aan als de batterijen niet meer vol genoeg zijn. Dan merk je aan de trillfunctie. Dan doet hij nog wel, maar dan merk je dat de trillingen langzaam worden. Ja. Dus in plaats van dat je denkt, oh, nu zijn ze zeker leeg. Hij doet niks meer. Voel je het aankomen. Ideaal. Ja. Dit hebben wij nog niet gehad in deze kwaliteit. En voor €149 mensen. Dat ding van Hugo Shelley kostte volgens mij toen 325 of zoiets in die richting.
heel goed. Ja, complete video-instructies. En wat je nodig hebt, is in ieder geval een munt met een magnetische kern. Dit zijn onze supersterke 50 eurocent muntjes. Er zit dus een magneet in. Hebben we die? Ik heb een zakje ergens op liggen. Ik valt de volgende natuurlijk al de grond. Ja, hier. Ja. Magneet 50 eurocent. We hebben ook de 2 euro van. We hebben ook een Morgendaller. Hoe groter de munt, hoe groter de magneet erin, hoe sterker het magnetisch veld, hoe beter dat hij detecteert. Maar ook op afstand dus wat eerder... Ja, maar dit is al... 5 cent is weg. Perfect. Nou, deze kost voor iedereen 29,95. Koop je voor een magnetische munt. Dit is een munt die dus... Twee munten die open zijn gemaakt. Eén is open gemaakt. Een soort shell van gemaakt. De andere slijpen ze af. Gaat wat uitgehold, magneet erin. En dat schuiven ze over elkaar. Dus als je weet wat het proces is. Het is niet zo dat ze hem even door midden zakken. Magneet ertussen. Nee. Je ziet er niks aan. Dus het is helemaal daarvoor gemaakt. Dus eigen merk magnetische munt. Gooi dit soort munten niet in de parkeermeter? Nee. Oh, moeten we wel niet erbij leggen. Dat gaat niet, niet van doen. Dat is de e-spionage magnetic detector. Niet te verwarren met een andere e-spionage die zo meteen nog komt. Zo, dat is verwarrend. Dus nu wordt het, ja, het is verwarrend. Ja, nu is het verwarrend. Weet je wat? Om de verwarring te voorkomen, ik doe hem nu. Oh, ja, espionage. Goed. We gaan door met espionage. Oké. En daarvoor gebruik ik even onze eigen demonstratieversie. Ja, die al een jaar of 5 oud is. Laten zien. Espionage. Ja. Nou, wat is nou espionage? Espionage is een ESP-trick eigenlijk, zo kun je het zien. En hoe ik hem altijd inkleed, dat is misschien anders dan jij het zou doen, maar ik kleed hem altijd in met memory voor goochelaars. En dan zul je denken, ja, maar als ik toeschouwers heb, dat zijn geen goochelaars, nee, maar die kunnen dit ook. Wat doe je nou? Je legt ze even op volgorde en zegt, we gaan memory spelen voor goochelaars. We hebben een plusje, een sterretje, een rondje, een vierkantje en een golfje. De toeschouwer, René in dit geval, we hebben niks afgesproken overigens. Nee. Je mag een rij pakken. Wil je de bovenste rij vasthouden of wil je de onderste rij vasthouden? Heel goed. Die mag je ook schudden van mij, in je hand houden. En heel belangrijk, vanaf nu mag ik de kaarten niet meer zien. Jij mag ze bekijken. En dan zul je zien dat we een rondje, een vierkantje, een sterretje, een plusje en een golfje hebben. Ik zou graag willen dat jij een van deze symbooltjes, dus een rondje, een vierkantje, een sterretje, een plusje, in je hoofd hebt. Heb je dat? Ja. Wil je hem eens diep in de popjes aankijken? Ja, je hebt het fantastisch. Open boek. Ik denk dat je voor deze kaartjes zou degene welke jij in je hoofd hebt er zo naast willen leggen. Dus niet stiekem wisselen, echt degene die je in je hoofd had. Doen we er nog eentje, we hebben nog 4 kaarten over. Vierkantje, rondje, sterretje, plusje of golfje. Neem er gewoon nog eens eentje in gedachten. Niet pakken. Ik ben eerst. Dat is heel belangrijk. Oh ja, dat gebeurt vaker. Precies. Dus de toeschouwer moet niet te snel zijn. Dan pak ik een andere. Ja, precies. Heel goed. Je mag nog ik heb er een gedachte. Ja, mooi zo. Oh ja, moet je aan. Ja, heel goed, heel goed. Dat weet ik. Zie, dat gaat zo snel, anders komt de informatiestroom niet door. Leg hem echt erbij. Ja, heel goed. 3 kaarten over, vierkantje, sterretje, plusje of erop. Heb je er weer eentje? Het is van. Dat gaat zo snel, dit. Op een gegeven moment voel je elkaar steeds beter aan. Hè. Dat is ongelofelijk. Nog eentje, 2 over. Tja, fantastisch. Hoppa. Ongelooflijk, word je bijna bang van. Hè, van zo. Ja, ongelooflijk. En dan heb ik er nog eentje over. Dat is wel leuk om te vertellen. Ik heb het vierkantje over. Moest mogelijk, hè? Dat kan toeval zijn. Het is toeval. Weet je wat we doen? We pakken de stapels even ter handen, zo, plat op je hand. En dan gaan we van bovenaf gaan we draaien. Ben je er klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Goochelaars memory. We doen weer de bovenste. En we eindigen natuurlijk met het sterretje. Magic. Espionage. Ja, jongens. Leuk trucje. Ik kan deze truc ook doen. Ja. Ik heb zoveel gedaan. Ook buiten de winkel. Ik neem nooit trucs mee. Nooit. Maar deze toen we dit voor nieuw hadden toen. Ja. Daarom ziet het er ook niet meer zo fris uit. Misschien is het al 7 jaar, 8 jaar geleden dat je voor het eerst had. 7 jaar, 6 jaar. Ja, ik denk ik gok of jaren 5, maar ik weet het niet. Ik heb het toen gelijk 2 setjes gekocht. Dit is zo sterk. Ja. En het is een leuke truc ook. En dan zeg je, hè? Wieso? Ja. Voor jezelf. Ja. Omdat elke keer het anders verloopt. Ja. Nou, het kan anders verlopen. En dat houdt jezelf scherper. En ik vind dat het leuke eraan. Laat ik het zo zeggen. Jij snapt wat ik bedoel. Ja, zeker. Zeker. De uitkomst. Absoluut aanrader. Makkelijk. Super makkelijk. En dat was heel lang niet leverbaar. Ja, precies. We hebben het heel lang niet gehad. En het toffe is... Jij legt de kaart al neer voordat ik mijn kaart neerleg. Ja. Want ooit zei iemand... Ja, je kan gewoon op de kaarten zien wat er kaart is aan de achterkant.
Ja, maar hij legt ook eerst neer. Dus wat heeft er voor zin dat hij de kaart eerst neerlegt, dat hij het zou kunnen zien? Oh ja. Ja, dat dus. Heel tof. Tof trucje. Espionage 29, voor de kosten. Ja. 29. Aanrader, 100%. Zeker. En er zijn iets grotere kaarten. Parlor size noemt Karchak dat. Waardoor ze iets... Deze. Zeker zijn. Ja. Ja. Heel tof. Leuk trucje. Hey, stel nou voor dat je een kaartspel hebt. Waarschijnlijk heb jij er eentje ligt daar. Ja. Gewoon een kaartspel even. En je wil het goed beschermen. Hebben wij deze beschermers. Dat zijn eigenlijk gewoon platgevouwen doosjes, zeg maar. Die kun je in elkaar zetten en dan heb je dit. Dan denk je, nou, wauw. Nou, ja, wauw. Het zijn gewoon eigenlijk plastic kaartdoosjes. Daar pas je gewoon een kaartspel in. En dan ziet alles er in één keer een stuk frisser uit, zeg maar. Want het is gewoon, het ziet er... ja, je kan daar natuurlijk je kaartspellen in bewaren. Hey, ook compleet. Het zal niet meer kloppen. Het zal niet meer kloppen. Dat is het. Maar goed, het ziet er allemaal beter uit. Je doosje wordt beschermd ook. Al is het maar misschien in je koffer. Dat je daarna eruit haalt. Dat het in je koffer niet dat de flapjes omgevouwen en alles. Deze beschermers verkopen wij uiteraard voor 50 cent per stuk. Hadden eerder moeten weten. Of ja, nou dat. Ja. 50 cent per stuk of 12 voor 5 euro. Ja. Die vind je op de website onder de naam Clear Card Box. Clear Card Box, 50 cent per stuk. 12 voor 5 euro. En je hoeft dus niks te lijmen. Ik zal er nog eentje aan elkaar zetten voor het idee. Je doet enkel, het is natuurlijk helemaal nieuw. Je vouwt hem eventjes zo, op deze manier. En dan vouw je deze dingetjes even naar binnen. Zo, voor het idee. Chop, chop. En je drukt die nou helemaal naar binnen. En vast. Klik, klik. Ja. En klaar is je doosje. Flapjes dicht en klaar. Dus zo makkelijk is het eigenlijk om in elkaar te zetten. En beschermingskaartjes. Dus een klein dingetje, maar ja, dit zijn wel dingetjes die veel verkopen dat mensen toch wel handig vinden. Clear Cardbox. Klein maar fijn. Klein maar fijn. Zal ik weer... wat je wil, joh. Ja, prima. Okay, prima. Ik was al met de kaarten bezig. Oké. Okay. Was jij mee bezig om het... nou zal ik even nadenken. We gaan een trucje doen met de kaarten. Ja. Zal ik een trucje doen? Ja. Ben ik heel benieuwd trouwens. Maar. Ja, ik ook. Ik ga een voorspelling doen. Oh. Ja. Gaan we doen, denk ik. Wat voor voorspelling ga ik doen? Jij doet het iets niet. Ik. Van wat nog niets gebeurd is. Ja, dat is meestal met een voorspelling. Ja, precies. Ja. Dit krijg je als we gaan improviseren in een. We laten dit en dit zien, is goed. En dan is niet alles, zeg maar, helemaal van tevoren bekend. Ik denk het. Nou, ik zal je vertellen, ik was een beetje in de war. Dan moet ik ook vertellen waarom ik in de war was. Want ik zag een kaartdoosje en ik dacht, ik ga een truc doen met een kaartdoosje. Dat lijkt mij logisch. Maar ik ga het anders doen. Ik ga het kaarten. Ik ga geen. Dat zou voor de hand liggend zijn. Wat ik ga doen. Ik ga namelijk iets vragen uit jouw blote hoofd. En ik ga jou vragen om een willekeurig cijfer op te noemen tussen de 3 en de 5. Nee, dat is te makkelijk. Weet je wat? Een willekeurig cijfer tussen de 0 en de 100. Wat je wil. Oké. Okay. Tussen de 0 en de 100. Maakt mij niet uit. 37. 37. En waarom? Vragen we ons dan af. 37. Nou, je hebt van zo'n trucs waarbij je een getal forceert. En bla 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 bla. Dan komt er wel bijvoorbeeld 34 of zo uit. Dat is voor de hand liggend. En ik vind 7 een mooi getal. Is voor veel mensen een geluksgetal. Oké. Okay. Ik weet niet of het enige logica is. Maar daarom is het geen 34, maar 37. Nou, had ik van tevoren wat opgeschreven op dit briefje. Dat klopt. Heb ik heel net vastgehouden. Ja, de pen is ook footsie. Dus pen is footsie. Ja. Dus, wat nou als ik zeg dat ik al wist dat jij voor 37 zou gaan. Oké, dit is scary. 37. Het is ongelooflijk. Ik dacht, ik doe een kaarttruc, het werd toch wat anders. Het is ongelooflijk. En je verwacht het niet, hè, zoiets. En dan vraag ik even eerlijk. Dat is eerlijk niet afgesproken. Heb jij dit ooit eerder gedaan? Nooit. Oké. Okay. Als je dit dus ziet en je denkt... Dit is letterlijk vanochtend... Ja, en je denkt, dat kan beter. Dat klopt. Nee, maar dat bedoel ik. Dat is geen kritiek. Maar Elmer heeft gewoon zijn slordig handschrift, zeg maar, bewijs van. Maar het kan beter. Dit is dus de eerste keer dat Elmer dit gebruikt. Ja. En waar hebben we het over? We hebben het over een swami. Ja. En de swami heb ik heel veel soorten van. Mag ik het laten zien? Ja.
Voor mij wel. En dit is voor mij wel. En dit is de Swami. Die we hebben heel veel. We hebben de Boonwriter. We hebben de Pencilwriter. We hebben de De Burkwriter, de Boonwriter. En we hebben de Chalk. Ja, daar gaat het niet om. Oh. We hebben de Boon. Dat is een heel klein rondje. Ja. Ja. Ja, dat dopje. Heb je dat ben ik helemaal kwijt. Ja. En we hebben de Thumbwriter. Dat zijn de duimspitsjes waar iets op zit. Meestal potlood of vetkrijt. En dat hebben we nu in een nieuwe versie. De penversie. De penversie. En daar ging dit even om. Goeie truc, hè? Kijk. Goeie truc. Met een punt van een pen erin. En de boon is dat dit los zit, bedoel jij? Ja, eigenlijk als je de boonversie hebt, dan heb je eigenlijk alleen het kleine rondje. Ja, precies. Precies. Ik gebruik dit, ik heb dit nog nooit serieus nooit gebruikt. Nee, daarom. Maar deze, het mooie is, je kan deze gewoon... Kijk, in theorie, als ik dit zou doen, bijvoorbeeld, zou ik ook hetzelfde gedaan hebben. Schrijven stiekem. En je kan bij wijze van gewoon dan laten zien. En ik had opgeschreven 37, bij wijze van. En je hangt ja, er weg. Ja, je kan hem bij wijze van al wegstelen. Ja. Elke andere zit erop geplakt of gedrukt of wat dan ook. Waardoor ik vind dat. En ja, plus hij zit stevig. Ja. Waardoor je een goed gevoel hebt, goed kunt schrijven. Dit is gewoon hartstikke goed geschreven. Het is duidelijk voor iedereen. Zeker. Maar ga je dit oefenen. Wordt je natuurlijk veel mooier schrijven. Tuurlijk. En ik keek er ook en, niet naar. En een doosje in voor het idee. Waarom pak je een kaartendoosje? Nou, je moet iets hebben om... Ik kan niet in mijn hand. Je kan niet zo schrijven. Het beste was geweest een notitieblokje. Hadden we niet bij de hand. Dus als je een klein blokje hebt waar je kunt schrijven. Een met spiraal gebonden stuurt. Dan kun je gewoon echt gewoon schrijven. En als je vaker dacht, hoef je niet te kijken. Dan schrijf je zo bam bam bam. Maar voor het idee, dit is de penwriter van Vernet. Vernet. Je hebt een doosje geloof ik. Ja, heb ik hier. Een penwriter van Vernet. Met instructies erbij en alles. Voor €24,50. Ja, €24,50. Ik moet even checken wat het goed zijn. Soms hebben we er gewoon €95 achteraan. Ja. Absoluut te aanraden. Nogmaals, we hebben hem ook met potlood en met vetkrijt. Ja. Oh ja, dat was weer de Burks. Ja, de Burk is iets groter. Dan heb je zeg maar dit oppervlak uit de duim. En dat plak je ook met tape op je duim. Ja. Maar dat zit er gewoon een heel goed ding op. Niet dat het slecht is. Maar ik vind het fijner dat je hem kunt droppen. Ja, stel dat je dit in je koffer hebt liggen. Weet je, je pakt je kaartspel, bam bam. En je hebt alles klaar. Je kan hem ook gewoon meteen weer wegstelen of palmeren of wat je daarmee wil. Ik vind het een voordeel. Ja, ja, penwriter. €24,50. Even kijken, dit is ook wel een mooi ding. Ik heb hier een... Al? Eén potje noem ik het even. En één stamper. Dat is eigenlijk het idee. Het mooie is, je kan je hand nemen, mijn sluit de hand, dat gaat zo. Je neemt een potje, de bal. Nou, die bal kan nergens heen. Nee. Ja, aan de bovenkant eruit, maar die kan niet, maar die moet je er zelf uithalen. En een stamper. Die stamper is massief, daarom kan eigenlijk niet in het potje, maar er zit de bal. Tenzij je drukt, dan druk je als het ware de bal. Ja. Door je hand heen. Ik ben geen vrouw. Geen gat in jij zegt het. Nee, dat zei jij. Oh boy. Nee, gat in de hand zeg ik niet. Oh, shit, ik zeg het toch. Mooi, ja, tof. En dit is de originele versie, mensen. De originele versie van de Ball True Hand. Dit product verkochten wij al. Nou, dus lang geleden, 25 jaar, was dit een van de eerste producten die we verkochten. En daar stonden we ook op beurzen en dit... vloog als warme broodjes over de toonbank. Dat was toen nieuw. Leuk product hoor. Het is toen vaak geïmiteerd, ook door de Chinezen, de Indiërs. Kwaliteit so-so zouden we zeggen in die landen. Daarom zijn ze natuurlijk ook gestopt met de productie van dit. Maar uiteindelijk hebben ze toch besloten, we gaan het opnieuw produceren. Want we willen toch dat er gewoon een echt goede versie op de markt is. Ja. Dus hij is terug. Schitterend product, makkelijk te vertonen. Kleine reset. Reset is een seconde of 10. Kost €89. Ball True Hand. Mooi gedraaid hoor. Echt ja, dat is vakwerk. Mooi vakwerk. Oké. Okay. Over vakwerk gesproken. Hier zetten we dan. Hier zijn we. Ik heb hier een spelletje kaarten. En die zomerkaarten. Ik spijt daar een boel op. Ja, ja. Ze zijn nog op volgorde. Jumbo ja, okay. Zou jij even willen schudden voor mij? Dat kan. Heel graag. We kunnen het helemaal door elkaar gooien. Zo. Ja. Wij schudden alles volledig door elkaar. Gaan. Ja, dan heb ik er ondertussen, dat hebben de mensen thuis al gezien. Ze zijn ook allemaal verschillend. Zal ik het even laten zien ook. Allemaal verschillend. Ja, ik heb er een doosje bij gepakt. Ja.
En we gaan iets bijzonders doen. Dit doosje is er nou precies voor gemaakt. Ja. Om een van deze kaarten een plekje te geven. Dat klinkt mooi. Geef het een plekje. Nou dacht ik, we moeten natuurlijk eerst even een kaart trekken. Dacht ik. Ja, maar kan. Ik vind het leuk als jij ook verrast bent. Ja. Dus jij mag ook niet weten welke het is. Zou je nou eens een van deze kaarten willen uitzoeken? Ja, wil ik. En zonder dat je zelf ook weet welke het is. Wil ik. Maar het zou natuurlijk sterker zijn als jij dat kan voorspellen. Dat is waar. Zal ik dat proberen? Maar je hebt het nog niet gepakt. Nee, daarom juist. Oh, dan was het die voorspelling. Kijk. We hebben dit last minute add-on bij deze truc. Ja? Oké. Ik ga... Je hebt nog niet gepakt, hè? Nee. Nee. Dat denk ik extra niet, want dan zeggen mensen... Hij kan het zien aan de achterkant van de kaarten. Dus ik pak niks totdat je uitgeschreven bent. En even voor de volledigheid. Ben je klaar met schrijven? Nee. Oké. Ik heb een heel tekeningetje maar. We hebben zo net iets gedemonstreerd om het gebruik daarvan uit te bannen. Leg het ding maar even neer, dat je niks meer op kunt schrijven. Deze? Ja, leg ook. Oké, dan hou je zo vast, dus je vingert op. Ja. Oké? Okay? Ik pak een kaart, ik kijk niet welke. Nee. Zelf niet eens. Zelf niet kijken. Dan leggen we die in het doosje. Oké, ik leg nu mijn voorspelling erin. Dat is eerlijk, toch? Lijkt mij. Oké. Nu gaat de magie beginnen. En hoe gaat die beginnen? We doen het doosje, doen we dicht. Hop, op deze manier. Klemmetje erop, niks meer te zien. Ja. Ik kan, al zou ik het willen, ik kan niet. Ik heb geen penetratiegave, penetration, dat kan ik niet. Dus ik kan niks meer veranderen. Nee. Niet zo. Nee. Ja. Maar toch ga ik proberen om mijn krachten aan te wenden. Ik heb het gedaan. Ik heb al mijn krachten wat ik in me had aangewonden. En ik heb ervoor gezorgd dat jouw handeling en mijn handeling samenkomt. Jezus. Let op. We maken het doosje open. Kleppertje open. Ja, geloof het of niet, hè. Hatsee. Voor de eerste keer gaan wij nou zien... Mijn voorspelling. Ik geef hem aan jou. Dat ik niet vals speel. Maak hem open. Klaveren 5. Klaver, ik heb er een tekeningetje bij gemaakt. Klaveren 5. En wat zit hierin? Hou op. Ja hoor. Is ja. Een box. Dit is gewoon een heel drieletterwoord verhaal. Ja. Om even een box te laten zien die ook in de goocheldoos zit van plastic. Ja, maar... Maar dan in de Jumbo Deluxe uitvoering. Ja, precies. En voor het idee, even... Mensen, dit kun je zelfs laten onderzoeken als je wil, bij wijze van, er is niks te vinden trouwens, maar goed. En het idee was, we wilden hem laten zien, erover vertellen, toen zei hij, ja, hij moet een truc mee doen. Ze moet met een kaart kiezen en zeggen, oké, dat is een goed idee. Maar wat is nog leuker, als ze ook een voorspelling erbij doen, dan wordt het laagje nog dieper. Maar dat zaten we eigenlijk min of meer nog over te kletsen toen we begonnen met opnemen. En we hebben het net mooi opgepakt bij elkaar. Dus dit kan er bijvoorbeeld mee. Ja. Maar je kan ook een kaart laten verscheuren. Gooi je erin, doosje dicht en hij is heel. Ja, je hoeft er niet een heel truc van te maken. Je kan ook de kaart erin plaatsen, zeg maar, voor het idee erin plaatsen. En zeggen, ze kunnen er niet meer aankomen, alles gaat opzij. Zou jij zelf even willen kijken welke kaart het is? Ja, dat kan bijvoorbeeld ook, hè? Dan heb je dat als reden dat de kaart even geïsoleerd wordt. Ja. Dus dan wordt het geen trucdoosje. Maar je kan van alles mee... Maar Torn and Restored Card en voorspellingen, je kan er heel je leert veel er allerlei, We leren je allerlei routines met de doosje. Ja, zit er een filmpje erbij? Ja. Oh, tof. We hebben de kleine versie van exact dit doosje. En daar hebben we allerlei routines leren we erin. En diezelfde video leveren we ook bij het grote doosje. Want de trucs zijn hetzelfde, alleen de kaarten groter. Maar je kan natuurlijk ook gewoon pokerkaarten gebruiken. Dat maakt niet uit. Kan ook. Maar ook aanzichtkaarten. Maar ook biljets. Dus je kan ook 5 briefjes erin laten plaatsen van mensen met andere namen erop. Ja. Maak het dicht. En vervolgens mag iemand anders mag de naam eruit pakken. Ja. Ik hoef niet uit te leggen wat er gebeurd is. Of een briefje van 50 erin stoppen. Jij gaat allemaal cijfers opschrijven. Hè? Wat heb je daarover? Maak eens open dat briefje van 50. En heb je serienummer van de brief? Ja. Nou. Fantastisch. Deluxe Card Change Box Jumbo. €99,95. Ja, we hebben op onze lijst staan. Ja, echt zo. 99,95. Hoe het gemaakt is, ook in Europa gemaakt. Exclusief. Fantastisch ding.
En nu, dan, ja, ja, nee, toch ga ik toch even hier ook die Jumbo-kaart van Bicycle wil ik toch even ja, maar die hebben we even niet de prijs van. Die zit er normaal. Jawel hoor, oh, deze zijn 15,35. 15,35, oké. Okay. Dus mocht je hier nog op zoek zijn, we hebben ze ook in het rood en in het blauw. Bicycle Jumbo-kaart. Ja, 15,95. Top. Mooi ding, was dat niet aan zetten bij de beeld. Twitch zet bij de beeld, dat is bij de beeld. Dan heb ik hier nog een spel kaarten. Hier, voilà. Mooi spel kaarten. En een kastje. Een kastje. Kastje. Dit spel kaarten past precies in dit kastje. Zo, ik ga laten zien. Zo. Hier, voilà. We halen er twee kaarten uit. Dat zijn dan zeg maar de zogenaamde messen. Want die messen die passen door het kastje, zelfs met het kaartspel erin, zie. En deze ook, voilà, past er zo helemaal doorheen. En dan is het leuke dat je dan het midden kunt zigzaggen. En dan heb je deze situatie, wat op zich wel heel vreemd is, zie. Mag ik voelen? Jazeker, er zit niks tussen, behalve jouw vinger. Oh, mooi! Dit kan ook weer terug, uiteraard. Je haalt de kaart eruit. Et voilà. Dus deze. Kaart is weer op zijn plekje. Kaart op zijn plekje. De Guardians. En je kan alles er ook weer terug uithalen. Oh, mooi zeg. Terug uithalen. Dat is het zigzag deck. En dit is de versie die wij zelf hebben laten maken. We hebben in de jaren diverse versies gehad. En de een naar de ander bestond. En was op een korte tijd bestond niet meer. Toen zeiden we, nou, we gaan het zelf laten maken. Het mooie van dit is magnetisch, dus die kun je makkelijk los meenemen, zeg maar. Het breekt dus niet snel af. We hebben versies gehad waarbij dit er met een haakje aan hing. Beetje klungelig, kon er afvallen. Het is gewoon echt, bam, zit goed vast. Degelijk gemaakt kastje ook. Maar het is geen plastic, het is het een is, soort plexi. Het is plexiglas, zeg maar. Perspec, ja, zeg maar. Ja, mooi hoor. Goed gemaakt, compleet met een bicycle kaartspel erbij. Voor een hele goede prijs, €49. Ja. €49 voor de zigzag deck. Tof. Zigzag deck. Tof. Nou is het zo dat ik nogal fan ben van vuur. Dat hebben we net wel gezien met dat boekje. Maar vroeger gebruikte men lucifer doosjes. Ja. Lucifers. En dat gebruikten ze ook wel eens na een toiletbezoek. Ja. Hè? Voor de luchtjes. Ja. Ja, ja, ja. Heb ik wat op gevonden. Dit is zeg maar een lucifer 2.0. Als je nou, dat is even een tipje voor jullie thuis. Als je ergens bent en je denkt, kijk je vingers niet meer. Wat ruik ik nou? Ja, ja. Dan doe je alleen maar dit. En dan is het verdwenen. Dit, zeg maar. Dat doe je dan. Leuk, hè? Lucifertje, tipje van mij. Onzin verhaal natuurlijk. Dit is... Flashmatch. 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 Ik werk hier al jaren mee. Maar dan een hele oude versie met een blaasbalgje nog. Ja. Mag ik het laten zien? Nee, ik zou het niet laten zien. Ik laat het niet zien. Nee. Dit is supermooi. Ja, je pakt een willekeurig lucifer, hangt de gimmick eraan en gebruikt daarbij... Dragon's Breath. Dragon's Breath. Ja. Drakenadem. Fantastisch. 1995 voor de speciale gimmick. Ja. En om het te laten werken heb je inderdaad Dragon's Breath nodig. Dragon's Breath kost €9,95 per flesje. En als je de gimmick vult, kun je van dit soort vlammen een stuk of... Nou, vier, dit soort vlammen. 4,5 denk ik. 4,5. En dan worden die vlammen iets kleiner, omdat je... het is poeder, heel fijn poeder, wat door vlam geblazen wordt. Het is overigens geen, want dat doen mensen ook wel eens melkpoeder, dat is dit niet. Nee, melkpoeder, forget it. Te vettig. Ja. Te vettig. We hebben dat getest zelfs met dit apparaat. Klopt. Er gebeurt er al niks. Niks. Nee, het is te vettig. De melkpoeder werkt heel goed als het al verspreid heel is. Heel dun. Maar dit is heel fijn. Dit is heel fijn. Ja. Tof hoor. Flashmatch en Dragon's Breath. Absoluut aanraad. We hadden de beurs in Mol, een poosje geleden. Ik kom aan. Ik laat hem als eerste in. Poef, poef. Twee verkocht. Leuk ding. Ja. Het werkt gewoon fantastisch. Het is gewoon een tof ding. Ja. Dan eentje. We gaan even over vertellen. Nou ja, een aantal. Ook net nieuw binnen. De Perro Verde van Mario Lopez. Het is geen nieuwe truc, maar voor ons is hij wel nieuw. We hadden hem niet in het sortiment. Ja, mooi. Ik heb ermee gespeeld. Maar kijk het filmpje, dan snap je hoe je hem zou kunnen brengen. En dan moet je even wat bij jezelf erin gooien. Daar hebben ze mensen moeite mee. Maar dan moet je de truc al kunnen dromen als je dat erbij wil gooien. En dan kan ik bij deze niet, dan zou het er klungelig uitzien. Wat is het idee? Je laat twee speelkaarten zien. Die vouw je in elkaar, à la de kaart waarop. En je schuift, hij heeft het verhaal. Als ik de kaart erdoor schuif, verdwijnt hij aan de andere kant. Maar hij schuift de kaart erdoor en die keert zich om. À la kaartwarp. Hij keert zich terug om, keert zich terug om. En dan plotseling schuift hij nog een keer doorheen. Verandert de rugzijde van rood naar blauw. En dan wordt de rugzijde groen. En dan weer rood. En uiteindelijk kan hij alle kaarten weer laten zien. Wow, dus het is een hele visuele truc.
niet moeilijk, maar je moet er, net als elke truc, je moet er handiger worden als je het gewoon kunt. Je moet niet meer over nadenken over wat je doet. En dan zou mijn hersenen compleet om zeep helpen als ik het nu zou doen. Puur te focussen dat ik de handelingen goed doe en dan heb je geen presentatie meer. Perlo Verde, 29,95, absoluut aanraden. Check de demo op de site, dan weet je wat we bedoelen. En van Karchak ook nog hebben we The Bat. The Bat van Christian Grace. Heel tof dingetje. Het kost je eenmalig een investering van 34,95 en je hebt je leven lang gratis drank. In de kroeg. Moet je wel de truc laten zien, anders gaat niet werken. Maar het idee is dat je toeschouwer een kaart laat kiezen en je zegt je toeschouwer, ik wed dat ik jouw kaart ga terugvinden, zo niet, krijg je van mij een biertje. Maar als ik hem wel vind, krijg ik van jou een biertje. En je haalt dat kaart kiezen, de toeschouwer, de kaart in het spel, je haalt er een aantal kaarten uit en die laat je zien. En uiteindelijk ziet de toeschouwer dat zijn kaart er niet tussen zit. En uiteindelijk werd er één kaart op tafel over, waarvan de toeschouwer ook weet, dat is niet mijn kaart, hij heeft die kaart gezien. En dan zeg je, wat voor kaart had je? En zegt hij bijvoorbeeld ruiter 8. En de andere drie kaarten die daar lagen, dat waren volledig andere kaarten, zijn dan plotseling de harten 8, klaver 8, schoppen 8, bijvoorbeeld. En de toeschouwer mag zelf alsnog de laatste kaart draaien en dat is dan plotseling wel zijn kaart. Waardoor de toeschouwer zegt, wat is dit? Ook deze, check de video, heel tof, The Bat. En hiervoor gaat hetzelfde verhaaltje als die andere. Het is niet moeilijk, maar er zitten wat handelingetjes in die moeten soepel lopen. En dat kan ik hier niet ophoesten, zeg maar, om dat goed te doen. En de knullige vertoning, dat is geen goede vertoning. Dus misschien bij de komende beurzen. 1 oktober nu, NK in Zeist. De Fiji staan met de stand. Volgende week, 8 oktober, staan we BMF in België, in Vilvoorde. Mocht je nog kaarten willen boeken, kijk voor 1 oktober op de site van de NMU, informagie.nl. Kijk voor de site van de BMF, Belgian Magic Federation, .com denk ik, .be. Maar google het even, dan kom je er ook bij uit. En daar is ook informatie over die dag. Dagen vol met lezingen, wedstrijden, dealers en noem maar op. Daar zijn we. Wellicht dat ik hem daar kan laten zien, ik kan niks beloven. Want NK is al over een paar dagen, maar als ik een gaatje krijg daarvoor, dan ga ik dit even proberen. De bet, 34,95, maar hij betaalt zichzelf terug. Zie. Nou, dus dat ook reclame maken. Hey, daar is Hans Klok. Toevallig zou ik voor de week zijn nieuwe boek is verschenen. Dat staat hier even los van. Die zit er ook bij, hè? Zaterdag toch? Signeren. Ja, zondag is dat. Zondag, en kan je zijn boek kopen en kan hij het ook voor jou signeren. Dus als je daar bent, is het ook nog tof. Maar Hans Klok, we zitten hier in Velden. Velden, dat hoort onder de gemeente Venlo. Ben ik niet helemaal mee eens, maar dat is wel zo. In Limburg. Maar dat weten de mensen omheen wel. In Limburg. En Hans Klok staat in Venlo van... En mijn hoofd 29 september tot en met 8 oktober in de weekenden met zijn Hans Klok en Friends. Dus als je in de buurt bent, of je komt naar de winkel, kun je dat combineren met een bezoekje aan Hans Klok. Precies, mogelijk. Dus boek snel je tickets, hansklokandfriends.nl. Altijd leuk, zeer de moeite waard. We waren in Amsterdam, zijn we ooit geweest. Fantastische show. En niet alleen wat Hans doet, maar al de artiesten eromheen. Heel super professioneel. Dat is logisch, maar ik bedoel, het is niet alleen magic, maar het is alles eromheen wat het de entourage een hele goede show maakt. Heb jij nog iets? Ik ben op de pop, denk ik. Ja, ik heb nog twee dingen, maar het wordt weer kletsdingen worden dan weer, dat zie ik al. Yes, eentje is deze, Minibook Pro. Je denkt potverdikken, dat is gewoon een, jij heeft echt een Apple verpakking hier daar in zijn handen, is niet zo. Maar dit is een truc met een mini laptop. En ook deze zou ik graag willen laten zien. Maar ik moet hier nog een instructie video van kijken. Maar ik kan je wel vertellen wat er gebeurt. Je laat een kaart kiezen, een toeschouwer. En plotseling verschijnt deze mini laptop verschijnt uit jouw kaarten. En dan zeg je, met deze mini laptop kan ik elke kaart terugvinden. En dan zegt de toeschouwer, denk aan je kaart. En dan tik je wat op die laptop. Aha, jij had een klaver 8. Zegt de toeschouwer, dat klopt. Kijk, dat is mooi. Okay. Zet de laptop neer. De toeschouwer mag nog een kaart kiezen. En dan signeren, kaart gaat terug in het spel. En uiteindelijk verdwijnt de kaart uit het kaartspel. En dan zegt de toeschouwer, pak je op de laptop om op te zoeken welke kaart je had. En dan pakt de toeschouwer de laptop, maar dat is dan plotseling een speelkaart die eruit ziet als de laptop. En die vouwt hij open en dat is dan de gesigneerde kaart van de toeschouwer. Hey, hoe is dat? En kijk, wat je kunt zien hier, dan krijg je dus deze hele set bij. Dat zijn de speciale gimmicks.
die er dan uitziet als de laptop. Oh, daarom laat ik hem nu ook even niet zien. We hebben een heel beperkt setjes nog. Als ik nu deze ga demonstreren, kan, verkopen. Kan ik hem even niet meer verkopen. En ik wil, moet even zorgen dat we echt een demo-exemplaar daarvoor krijgen. Dit is er ook wel eentje, denk ik, die je gewoon moet durven. Dit is, ja maar ik heb geen moeite met kaartvouwen. Nee. Met Mercury Fold. Dus ik vind dit, ik wil voor mezelf ook, voor mijn eigen close-upbikes ook eentje hebben. Want het is gewoon tof. Ik ben gek op dat soort effecten. En dit is er eentje waarbij je mensen weer een stap voor bent. Dat ding staat dus gewoon op tafel, terwijl mensen niks in de gaten hebben. Ja. Super tof. MiniBook Pro. €53,95. Mm. Voeg het toe aan je eigen bicycle kaartspel. En je bent klaar. Goed, zeer interessant. En je kan de kaarten voor ritsen, laat ik erbij zeggen. Als je nou bang bent om te vouwen. Als je ze voorritst, daar zitten ook stippenlijntjes op. Kun je dat volgen, die lijntjes. Dan is het vouwen ook 10 keer makkelijker. Mm. Dan een hele rare scheve laptop. Check. Allemaal hebben gehad. We nog iets? Ik zit het lijstje door te luren. Ik heb nog een laatste. Maar ik zie dat we eentje vergeten zijn te pakken nou op de lijst. Die onderop de lijst. Maar dat maakt niet uit. We hebben genoeg laten zien zo meteen. Okay. Ik heb hier een aantal van die Russische poppetjes, zeg maar. Zie je, die zitten allemaal door elkaar gemixt. Matrushkas, ja. Wordt door elkaar gemixt, zo. En jij mag er willekeurig eentje ergens aan mij. Pak maar, zo. Of die. Wat je wil. Die? Zeker? Zeker. Oké, top. Dan pak ik deze. Oké. Okay. En de andere leg ik gewoon eventjes zo neer, maakt verder niet uit. Mm-hmm. Zo. Zou het sterk zijn als wij twee patroesjes hebben in dezelfde kleuren? Ja, want ze lagen niet op volgorde. Nee, dat is sowieso. Jij hebt geel en ik heb ook geel. Maar hoe sterk zou het zijn als alle poppetjes plotseling, zeg maar, matchen? Nou, is het niet de perfecte vertoning, zeker bij. Want ik ben een kleine handeling vergeten, maar we gaan niet overdoen. Het is real. Maar je leert diverse routines. Kijk ook even de video erbij, dan zie je wat er allemaal mee kan. Heel erg leuk. Wat zien ze er lief uit, hè? Super gemakkelijk. Ja, leuk, hè? Het zijn zo'n babytjes lijkt het ook wel. Babytjes in zo'n dekentje gewikkeld. Ingebakend, ja. Er zijn niet twee dezelfde, maar twee dezelfde kleuren, maar twee verschillende babytjes. Ja, precies. Babytjes, poppetjes. Poppetjes, ja. En dit heet de Paper Doll. €6,95 met video-instructies. Maar nogmaals, je kan er meer mee dan wat ik nu deed. En je kan het uitgebreider laten zien, maar ik ben wat eentjes vergeten. Sorry daarvoor. Leuk hoor. Ja, en daarmee zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van deze update. Ja. En we hebben in ieder geval alles gehad. Oh nee, we hebben eentje die gehad. Wat heb ik niet gedaan dan? Ja, dat komt dat niet op de stoel ligt. Maar dus deze hebben we helemaal niet laten zien. Je hebt een heel lang touw, zeg maar. Eigenlijk moet je dit staand, een super lang touw. Moet je het eigenlijk staand vertonen, maar goed, ik doe het even zo. Super lang touw, zeg maar. We knopen de uiteinden even aan elkaar. Zo, knoop ik de uiteinden even aan elkaar vast. Dan heb je een super lang, er komt hier een hele grote tractor met een dingetje even in springen. Maar dat is niet heel erg. En dat is het leuke, je kan die plotseling, heb je heel veel knopen in het touw. Ik weet niet of de video past. Plotseling heb je heel veel knopen in het touw. Nee, joh. Voilà. Allemaal knopen in het touw. Hoe cool is dat? Niet goed genoeg? Oké. Heel goed. Ja, hè? Vond ik ook al. Heel goed. Oké, maar we pakken even alles weer bij elkaar. Zo. Even kijken. Zo. Zo. Beetje overzichtelijk. Zo. Ik ben de draad kwijt, hoor. Ja, precies. Nou, ik zou het even zo doen. Oh. Een soort wasmachine. Want wat gebeurt er namelijk? Dit zorgt ervoor dat het er heel raar gebeurt met die touwen. Zou je even willen vasthouden? Ze zaten aan elkaar, toch? Dat was één touw, hè? Nog, weet je nog. En op deze misschien? Maar zo. Of deze? Ja, maar. Of deze? Nee, maar jij bent dit. Deze? Ja. En even voor het idee, hè? Wij zijn gewoon gelaten op elkaar, hè? Geen spiegeltjes, geen magneetjes, geen verborgen valluikjes, geen assistentes. Helemaal niks. Mexican Rope Trick, mensen. €49. En deze is moeilijk leverbaar. 49,95. Moeilijk leverbaar. Maar niet moeilijk te doen, hè? Nee, maar het probleem is, we hebben hem jaren geleden hadden we hem al. We hebben hem ook nooit laten zien in een update. Livestream wil ik steeds zeggen. In een update. Maar dat is heel snel uitverkocht. En we hebben ze vorige week, ze komen van SEO Magic. Stond ik samen mee op een beurs, kwam ik daar tegen. En die had een hele lading bij. Ik zeg, doe maar. Ja. En we hebben er nog 5. Hier in de winkel laten zien en ze hebben in de winkel laten zien en ze zijn zo weg. We hebben er 5 stuks. En als ze weg zijn, kan het lang duren, serieus lang duren, voordat we ze weer krijgen als we ze nog terug krijgen. Absoluut aanraden, de Mexican Rope. Tof hoor, heel en tof. En daarmee, echt zeker weten, hebben we nu wel in ieder geval alles gehad wat we wilden doen. Mooi.
We hebben een als die gepakt. We hadden de transparante productiekist willen laten zien. Oh ja. Zie we, onze voorbereiding was goed, maar niet perfect. Maar niet goed genoeg. Maar dat maakt niet uit, want we hebben genoeg gezien. We hebben denk ik een drie kwartier zitten luisteren. Drie kwartier toch alweer, hè? Ja. Genoeg. Hebben we nog wat voor de volgende keer, joh? Dat zeker. En weet je wat het is? Dat is ook een reden om naar de winkel te komen. En dan zeg je, wat hadden jullie niet laten zien? Ja. Dan laten we het hier even zien. Precies. Het zijn twee dingen, zoals ik nu zie op ons lijstje. Ja. Maar goed. Precies. Kom dus naar de winkel. Even kijken, wat hebben we gezegd? We hebben de update gedaan. We hebben gezegd dat 1 oktober is Zeist. In Zeist. 8 oktober is BMF. Ja, veel voordeel. Overigens een week later is in Duitsland zijn de voorrondes. Die voorentscheidingen zijn daar, noemen ze dat. De voorrondes voor de Duitse kampioenschappen. DK. In Keerverleer, dat is hier 20, 25 minuten vandaan. Daar sta ik ook 4 dagen. Zie. Voorentscheidungen.de is de website. 12 tot en met 15 oktober. Dat is er ook nog. Leuk hoor. Beurzen genoeg. Uitjes genoeg. En voor de rest, als er vragen zijn, bellen, mailen, Facebooken, noem maar op. Ik kan allemaal. Faxen kan er nog? Ja, maar dat haal ik niet meer. Oh ja! Eén laatste ding. Clownschoenen. Clownschoenen. Onze maker van de clownschoenen is overleden. En hij had net een hele serie klaar. En die was onderweg. En toen kreeg ik bericht dat hij overleden was. Dat resulteert erin dat we vorige week nog 13 paar clownschoenen hadden. En nu nog 5. En de mensen hebben het gehoord. En nu is het gewoon op is op. En dit zijn bijvoorbeeld 2 paar. Ja, er staan nog andere soorten. Maar het is op is op. Dus meer kunnen we er niet meer van maken. We zijn wel op zoek naar een vervanger. Dat zijn de originele Dutch Clown Shoes, eigen merk zeg maar. Echt leer, goede zool, one size fits all. Fits all, ja precies. Dat is het idee eigenlijk. Dat is ook een schuiten. Ja. €275 of €274,95 per paar. Dus handgemaakt, als je toch? Hoe zeg je? Handgemaakt? Het is handgemaakt. Handgemaakt. Ja, is handgemaakt. Handgemaakt. Ja. Mooi, hè? Elk paar is uniek, er is geen paar hetzelfde. Dus dat. Schoentjes, nou mooi. Hebben we toch nog wat toegevoegd? Ja, toch nog wat toegevoegd. En daarmee eindigen we deze update 146. Ja. En zeggen wij, ik in ieder geval, tot ziens. Doei! Hoi!